Dit is een nieuwsuitzending en die gaat over Eric John Phelps. Eric John Phelps, dat is een prediker. Hij is de auteur van dit boek. Deze website hoort er ook bij. Vatican Assassins. We won't judge you, brother. Judge, even kijken, oh, er gaat audio lopen. Ja, laat maar even zitten. Ja, zeg. Close. Okay. Dit is die man. Zo ziet hij eruit. Hij heeft altijd zo'n beetje... Ja, zo'n soort boordje. Heb ik hem altijd gezien. Lijkt een beetje een priester, vind je niet? Die man die weet ongelooflijk veel van de geschiedenis. Jaartallen, namen van mensen, namen van plaatsen, zeg het maar. Weet precies wie er aanwezig was, bij welke vergadering, welk concilie. Eric John Phelps is voor segregatie. Dus hij wil gewoon een stukje van deze aarde en gewoon alleen blanke mensen. In de zin van God heeft de verschillende rassen gecreëerd met een reden en laten we daaraan gehoorzamen. Voor de rest is hij geen racist hoor. Hij wil gewoon zijn eigen stukje land en hij is totaal beu met de Verenigde Naties en de NATO en de EU. Hij woont dan in Amerika, maar de EU vindt hij ook niks. En de Noord-Amerikaanse Unie, die mag van hem ook helemaal zijn rug op. En hij weet heel veel van de geschiedenis. En hij weet vooral veel van de geschiedenis van de katholieke kerk. En hij weet dat de Joden, dat die opgevoerd zijn door de katholieke kerk als zondebok. Oftewel scapegoat. Goat. En dat wordt hem niet in dank afgenomen. Dat lijkt me niet. Door de Rooms-Katholieke Kerk. En wat doet de Rooms-Katholieke Kerk daar dan tegenin? Nou, die gaan hem belachelijk maken. Die andere die ze pakken, dat is deze. Loekie. Waarom vind ik hem nou? Ja, deze. Is. Werkt mijn internet een beetje mee? Kom op. Ja. Investigative Journal. Is Greg Szymanski. Dat is een man van Poolse afkomst. En die doet ook even leuk alle dingen op een rijtje zetten. Zoals bijvoorbeeld wat er gebeurd is met Waco. Want even in het kort. We gaan zo dadelijk over naar de uitzending. Naar Waco bijvoorbeeld, waar Greg Szymanski, zo moet ik het eigenlijk uitspreken, dat is Pools. Hij woont in Amerika. En waar Greg Szymanski het dan over, of bij stilstaat, is dat Waco, dat ging over een man en die had een secte. Dat werd een cult genoemd ofzo. En die hebben ze aangevallen met militair materieel. Daar zijn filmpjes van op YouTube te vinden. Je gelooft je eigen ogen niet. Maar er wordt gewoon militair materieel ingezet tegen burgers. En waarom eigenlijk? Nou, ik zeg heel eenvoudig. Die burgers in kwestie waren niet katholiek. Dan kan je zeggen, ja, ik ben ook niet katholiek hoor. Ik kijk naar homo-porno. Op het internet. Ja, dan ben je dus ook katholiek. Als je maar gewoon stomme dingen doet, dan komt de paus niet op je af. Maar als jij een beetje serieus gaat lopen praten over de Bijbel, en je gaat het hebben over morele waarden, en je gaat een groep zo gek krijgen om met je mee te doen, ja, dan krijg je Waco. Dan word je gewoon kapotgeschoten. Nou, Greg Szymanski, die staat er best stil. Oh, die andere. Oh ja, Tony Alamo. Dit verhaal, dat zou je eens moeten bekijken. Van die was het met Waco, was David Koresh of zo. Hè?
Maar dit was geen David Koresh, dit was gewoon Tony Alamo. En die had gewoon een kerk. Die zat gewoon Bijbel te lezen. En wel te vertellen wat er in het boek Daniël staat. En wat er in het boek Openbaring staat. Een beetje kumbaya lopen roepen met z'n allen, van we zijn allemaal samen. Ja, dat mag je best doen, dat stelt niks voor. Maar ga het niet hebben over de katholieke kerk. Want dan komt er dus iemand op je af. Nou, en die man wiens filmpje ik vandaag heb bekeken. Dat is deze. Die duurt 13 minuten. En die gaan we niet helemaal uitluisteren. Dat lijkt me nergens voor nodig. Want in minder tijd kan ik het wel fileren. Hè? Ga maar even luisteren. Ik hoor niks. Komt hij een beetje langzaam in? Oh, wacht even. De sound. Oh, nee. Och, dat was die andere. Sorry. Sorry. Even overnemen. Sorry. No, of course. Sorry. What I meant by that is not incest. Okay, I didn't mean that you keep within your family in order to like marry yourself. Die andere loopt nog. Oh, fokken die fok. Moet deze moet dicht. Ja. Nu, oh, dat is echt voor. Oh, oh, oh. And a report here. My name is Daryl Bradford Smith, and today's date is the 30th day of April 2006. It's a Sunday, ladies and gentlemen, and I decided to do this little special update for a clarification of some information for you, and a response to some people's emails that have come in, rightly so, and I appreciate them, regarding Christian and Catholic and Pope and Jesuit leaders and all of this stuff. I had a visitor on my show on Friday, Dr. Lorraine Day, and I like Lorraine, and Lorraine's work has been borne out to be accurate in most cases, especially on her medical information regarding AIDS, because I've found the same information from several sources on Lorraine's work, and I wanted to make sure that everybody knows. Hij gaat het hebben over Eric John Phelps. En nu heeft hij het over AIDS. Acquired Immune Deficiency Syndrome. Een mooie combinatie hoor. Dat is geweldig. That I fully support Lorraine's efforts to find the truth. There were some loose ends in our conversation where I should have probably made my opinion better known during the interview than I did. One of them is about the Catholic Church's infiltration and the use of the term Black Pope. Op de achtergrond hoor ik een typemachine of hij zit in een rotan stoel. En de hele tijd heen en weer te wiebelen. Ik weet echt niet waar deze man het over heeft. Tot nu toe heeft hij nog helemaal niks gezegd. Hè? En hij begint nu over de Zwarte Paus. Laat ik je even uitleggen wat het is. In 1517, het jaar anno domini 1517, was er een Duitser en die heette Maarten Luther. Die was een katholieke priester. En die kwam achter de grote scherm van de katholieke kerk. En dacht, ja, maar dit mag niet volgens de Bijbel. En het arme volk in die dagen, die konden geen Latijn verstaan. Dus ze gingen ervan uit dat alles wel zou kloppen. Maar Maarten Luther kon wel Latijn. En die zei, nee, dat kan niet. Zo begon de reformatie, of het protestantisme. Mensen bleven gelovig, maar niet geloven in een man met een zwarte jurk die de lokale dief altijd een aflaat geeft, zodat hij 10% van het... Je hebt zo'n dief in je dorp en die jat voor 100 euro in de maand. En dan geeft hij een tientje aan die man in die zwarte jurk. En dan is alles goed. En Maarten Luther had daar een groot probleem mee. Nou, er kwam de katholieke kerk, die kreeg dus een enorme leegstroom. Dus allemaal mensen wenden zich af van de kerk, want ze begrepen in één keer waar Maarten Luther het over had. En de katholieke kerk, die heeft toen in 1540 tot en met 1560 ongeveer... hebben ze iets van 20 jaar lopen oude hoeren. En dat was het 30 jaar ongeveer na die 95 stellingen van Maarten Luther. 30 jaar
zeg ik nou, 20 jaar lopen kletsen. En hebben ze de Sociëteit van Jezus opgericht. Onder aanvoering van Ignatius de Loyola. En die Sociëteit van Jezus, dat is een militaire organisatie. Met een strikte hiërarchie. En bovenaan staat de secretaris-generaal. De secretary-general. En dat was toen dus, de eerste was Ignatius de Loyola. En deze man die gaat ontkennen dat het helemaal gebeurd is. En hij ouwe hoort maar door. Now my take on all of this is vastly different than most people. First of all, this guy, Eric John Phelps, in my view, is a liar. And he is a fabricator of information. And he is trying to deflect information away from the Jewish conspiracy. He is deflecting information away from the Jewish conspiracy. Laat die even op je inzinken. Want dat is het grote schisma in de samensweringstheorieën. Je hebt die ene van mensen als Alex Jones en Jeff Renzi. En die hebben het over de Black Nobility. De zwarte adel, de criminal bankers, de criminele bankiers, de military-industrial complex, het militair-industriële complex. Dat lult maar door elkaar heen en je weet helemaal niet waar het over gaat. Heb je een andere groep, en daar is deze meneer dus van, en die zegt, ja, het zijn de Joden. Het zijn de Joden, man. Je moet bij de Joden zijn. En dan heb je dus de derde groep. Daar zit Eric John Phelps zit erin. Craig Szymanski zit erin. Jurk Gliesman zit erin. Ik zit daarin. Tom Fress zit daarin. Niet dat ik al die mensen persoonlijk ken. Behalve dan Jurk Gliesman. En wij zeggen, nee. We hebben een Bijbel. En daarin staan een aantal dingen. En de Bijbel is het woord van God. Dat is onbetwistbaar. Dat is het meest zorgvuldige boek ooit geschreven. En nee, het is niet zo dat de Joden de schuld krijgen of moeten krijgen. En ik geloof dat hij small facts, blown out of proportion, turned into something different, to make points that are absolutely fabrications. Tot nu toe heeft hij zitten zeuren over Eric John Phelps. En alleen maar gezegd, ja, ik vind hem gewoon niet aardig. Ik vind hem stom. Ik vind hem, Heeft hij nou al een feit genoemd? Heeft hij al bijvoorbeeld al gezegd, Eric John Phelps heeft stilgestaan bij het concilie van Trent. Van 1540 tot en met 15 dinges. En dat heeft helemaal nooit plaatsgevonden. Daar begint hij niet over. Nee, hij begint erover dat Ignatius de Loyola, dat was iemand van Joodse afkomst. Het gaat allemaal over de Joden. Dit is een beetje vervelend om naar te luisteren, want dit is een echte racist. Now let me go over some of the things that I know about the Catholic Church. The Catholic Church in the modern world is a dying church. Dat is, hij zei net, de katholieke kerk in de hedendaagse wereld is een stervende kerk. Ja, dat verhaal ken ik, ja. Want hij staat er natuurlijk bij stil dat de vorige voorzitter van de Europese Unie, dat was een jezuïet, maar dat is alweer 3 jaar geleden, hoor. Dus tot 3 jaar terug waren de jezuïeten nog de baas van de Europese Unie, maar dat is nu helemaal voorbij. In 2015 is de paus naar Amerika gegaan. Die heeft daar het gezamenlijke, dat Joint Congress of zo. Een van de hele grote vergadering. En dan gaat de paus vertellen van niet zoveel CO2, hè, jongens. Dus allemaal de adem inhouden en geen scheetjes laten, want anders krijgen we CO2. In zijn witte jurk met zijn witte hoed. Dan gaat hij het Amerikaanse congres toespreken. En dan ging hij daarna op de Verenigde Naties toespreken. En deze vent zegt dan, nou, de macht van de paus is duidelijk aan het verminderen. Oh ja. Hoeveel Verenigde Naties had de paus dan vroeger toegesproken? Een stuk of 10? En tegenwoordig nog maar 1 Verenigde Natie.
Nou, dan kon je wel zien dat de pauze heeft geen macht meer, hoor. It is shrinking. And one of the reasons it is shrinking is because of scandal. Because of the its inability to attract new new priests into its... Ik wil nog eventjes erbij stilstaan dat Tony Blair, toen hij klaar was met al zijn bommen te gooien op Irak, en die dacht van, poepoe, nu ga ik mijn gratis baantjes gaan genieten. En toen is hij katholiek geworden. Tony fucking Blair. Into its orders. And so let's give you an idea of what kind of orders they have within the Catholic Church. You know, there are Dominicans, Dominican priests. There are orders of the Sacred Heart for women, for the nuns, and there are... Ja, dit wordt heel gezeur, dat kunnen we overslaan. Er zijn inderdaad verschillende orders binnen de katholieke kerk. De Dominicanen, die hadden in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor de inquisitie. Dat betekent iedereen afslachten die niet katholiek was. Dat was hun werk. Ja. Je kent vast wel iemand die werkt in de varkenslagerij. Nou, zo heeft die katholieke kerk dus toen tegen die Dominicanen gezegd, slacht al die varkens af. Maakt niet uit wat je ermee doet. Er zijn zelfs prijslijsten gevonden van als je iemand verbrandt, dan krijg je er 50 dukaten voor. Een heretic, een heiden. Hè? Moet je wel een heiden verbranden natuurlijk. En niet een naburige priester. Maar met dat laatste hebben ze ook geen moeite hoor. Als jij dan denkt van ja, die priester is toch niet goed. Ja, zet hem op de brandstapel. Die Dominicanen deden dat. En in 1540 is er dus een nieuwe orde gekomen. Die is voortgekomen uit de Tempeliers. En die hebben die inquisitie overgenomen. Die deden de Romeinse, de katholieke inquisitie. En los daarvan had je de Spaanse inquisitie. Nou, jongen. Zo zit het in elkaar. Wat hebben ze later gedaan? Ze zijn de vrijmetselarij begonnen. Want die lui die hebben verstand van onze archetypen. Kijk, die lui die kennen jou, jij hè, die nu naar mij luistert hè. Die kennen jou waarschijnlijk beter dan dat jij jezelf kent. Ze weten precies welke internetporno ze jou moeten laten zien. En dat hoeft niet per se met blote dames te zijn. We hebben gewoon internetporno. Om precies de foute informatie te geven, zodat jij denkt, yeah! En die vrijmetselarij is daar een onderdeel van. Ze hebben de Mormoonse kerk. De Latter-day Saints, zijn het toch? Ja. De heiligen van de laatste dagen. Ze noemen zichzelf de kerk van Jezus Christus. Nou, die hebben ze ook opgericht. Nou, ga maar even zoeken hoe het met de Mormoonse kerk zit. Rare dingen die daar gebeuren. Dat is allemaal van de katholieke kerk. Dat is namelijk van Babylon. Dat is de antichrist. En deze meneer heeft daar gewoon niet veel verstand van. Zit hier een beetje alle orders op te dreunen van Dominicanus, Franciscanus. Die. En ze maken allemaal bier. Ja, leuk. Ik ga op Ed Random een stukje verder. Called the Greg Schimansky, who I urge everybody to... Oké, nu gaat hij over Greg Schimansky. Even terug. The conspiracy of Mr. Phelps and this lying cretin called the Greg Schimansky, who... Hij zei lying cretin of zo? Greg Schimansky. Ah. En waarom dan eigenlijk? I urge everybody to out. This guy is a bad, bad, bad guy. Hij is een bad, bad, bad guy. Nou, dat vind ik echt overtuigend. Nu weet ik het zeker. Dat Greg Schimansky, die lult altijd uit zijn nek. Want deze man, die weet dat. Bad guy. Real, real bad guy. And if you've ever listened to his radio show, he's also a crappy radio host. But that's just my take on his radio skills. Oké, dat laatste ben ik met hem eens. Ik weet niet precies hoe Greg Schimansky die opnames maakt. Nou, hij vindt het heel erg leuk om stukjes... Walter Veit, bijvoorbeeld. Walter, die pak ik ook even bij. Waarom niet? Dit vindt Greg Schimansky gewoon leuk om dat even te laten horen. Videootjes erbij pakken. Hè? Ja, je hebt echt stapels, man. Deze is leuk. Over de Trumpkaart. Walter Veit heeft het over Donald Trump. En hij laat gewoon precies zien dat Donald Trump die is van de pauze. Nou, Greg Schimansky vindt het dan leuk om
YouTube-filmpjes van Walter Veit bijvoorbeeld, maar ook van andere mensen, om die dan dus in te mengen in zijn radioshows. En de audio, hoe die dat nou precies doet, volgens mij hangt hij gewoon zijn microfoon in de buurt van de luidspreker van zijn computer. Dus je hoort iedere keer de fan, dus de ventilator van die computer, die slaat dan weer aan. En ook zit hij dan, terwijl wij aan het luisteren zijn naar Walter Veit, dan moet hij wat blaadjes omwisselen. En omdat die microfoon open staat, hoor je al dat gerissel en gedinges. En dan rijdt hij iets achteruit op zijn bureaustoel, heeft hij, denk ik. Ja, inderdaad, het is nogal knullig. Maar wat krijgt die kerel betaald per jaar? Dus we lopen te zeuren over zijn amateurisme. Wees dankbaar voor het feit dat die vent feiten op een rijtje zet. En dat doet hij gewoon in zijn vrije tijd. En ik betaal hem er niet voor, hoor. En wat hij vertelt over Waco en over Tony Alamo. Nou, ga er maar aan staan. Tony Alamo heeft 18 jaar onschuldig in de bak gezeten. Hij was blind. En hij is in de bak overleden. Nee, dat is leuk. En waarom zat hij in de bak? Nou, hij deed een Bijbel open en hij las eruit voort. Ja, uit voor, sorry. Terug naar Duitse meneer. Pak hem even weer een. Nee, we luisteren even over zijn gezeur over Greg Szymanski. Dat slaat helemaal nergens op. Hij komt helemaal niet met feiten. Oh ja, hij begint wel over UFO's. Daar ga ik even bij stilstaan. But here's the facts, ladies and gentlemen. This group of people could no more take over an old folks home than they could take over the world. Just not happening. And the simple fact of the matter is that this so-called black pope nonsense, there is only one pope. Er is geen black pope nonsense. De Jezuïeten, dat is de militaire tak van de wat vroeger de Knights Templars waren, dat zijn hele gevaarlijke jongens. En die hebben een leider. En dat was in de tijd dat ik erachter kwam, heette die man Hans Kolvenbach. Dat was een Nederlander. En die kwam uit het westen van Noord-Brabant. En Noord-Brabant is een provincie van Nederland. In het zuiden natuurlijk. Daar zitten de katholieken. Hij was toen het hoofd van de Jezuïeten. Nou, dan heb je ook nog de Jezuïetenorde. De oath, moet ik zeggen. De Jezuïeten eet. Nou, die moet je eens even nalezen, man. Die mensen die mogen echt moorden en alles. Wat denk je dat ze met John F. Kennedy hebben gedaan? Naar de sauna gestuurd. Die is gewoon doodgeschoten. En wat hebben ze met Abraham Lincoln gedaan? Ja, gewoon doodgeschoten. Wat hebben ze met Andrew Jackson gedaan? Die was toch ook... Was die nou vergiftigd? Ja. En heb je die Harrison? Ze hebben in totaal pak een beet, schatten wij, mensen zoals Jurk Kliesman en ik, we schatten het aantal Amerikaanse presidenten dat vermoord is door de Jezuïeten in op 6. 6 leiders. Die zijn gewoon wel vergiftigd, doodgeschoten, afgevoerd. En zelfs de zoon van John F. Kennedy, John F. Kennedy Jr., wel zijn vliegtuigongeluk was, ja, een beetje raar, hoor. En hij is de Pope in Rome, hij leeft in het Vatican, hij gaat naar de Cathedral of St. Peter. Hij heeft een head of state designation, because the Vatican is a country of its own. Dat laatste is waar. Vaticaanstad is een land op zichzelf. Het is wel heel vreemd dat land geen lid is van de Verenigde Naties. Nee. Iedereen moet lid zijn van de Verenigde Naties, allemaal lidmaatschapgeld betalen, en dat trekken we gewoon af van de pensioentjes van onze oude vrouwen, want die kunnen toch niet protesteren. Ja. En dan trekken we allemaal per oud vrouwtje een eurootje per maand uit het portemonneetje, en dat geven we aan de Verenigde Naties. Wel, behalve Vaticaanstad. Of Vaticaanstaat. Die doet daar niet aan mee. Die is alleen toezichthoudend lid. Ze mogen wel bij alle vergaderingen zijn. Maar ze hoeven niet te luisteren naar de Verenigde Naties. Grappig, hè, zo'n staat.
En deze man heeft daar gewoon geen enkel probleem mee. Die denkt, ach, het is zo'n klein stukje gebied, wat zeur je erover? En of course he leads the world's Catholics. Again, I am not a Catholic, but I'm giving you the facts about this man. The one that we have now is Ratzinger, who has changed his name to Pope Benedict. I don't even know the name of the guy, but yeah, I think it's Benedict. But there is no Catholic hierarchical term for the head of the Jesuits being a pope of any type. That is well. Er is wel een hiërarchische naam voor de leider van de Jezuïeten. Die heet namelijk de secretaris-generaal. Ja, waar hebben we het over? En de eerste die heette Ignatius de Loyola. En in die tijd dat ik dus erachter kwam, heette die vent dan Hans Kolvenbach. En tegenwoordig heet hij, ik weet het even niet meer. Die Jorge Mario Bergoglio was het hoofd van de Jezuïeten in Argentinië. Wij hebben het over. Ik ga een stukje verder, want anders wordt het allemaal veel te lang. Here and say that there's a black pope out there running the world. That's nonsense. And this guy Phelps has been paid to write this book by the Jews, by the Zionists, by the criminals, in order to confuse and obfuscate and send people down the wrong path. It's an absolute fact that I stand by. Now, kijk, hij stuurt het dan weer aan op die Joden. Maar waarom dan? Wat hebben die Joden nou fout gedaan? Ja, zeggen mensen, ja, de Joden die zijn uit zoveel landen getrapt. Dat is ook zo. We hebben hier in Nederland een man gehad, die heette Baruch de Spinoza. Hij was van Joodse afkomst en hij was een Portugees. Die is hier naartoe gekomen. Niet voor niets. Want in die tijd was het verhaal van de Joden in Portugal totaal voorbij. Dat klopt allemaal. En de Jezuïeten, die zijn ook uit zoveel landen getrapt. En dan kan je zeggen, ja, maar de Joden die zijn uit meer landen getrapt dan de Jezuïeten. Dus zijn de Joden erger. Want de Joden zijn uit 150 landen getrapt en de Jezuïeten maar uit 105. Ja, dat is allemaal leuk. Ja. Dat betekent dat de Joden... Dat het een DNA-probleem is, een genealogie-probleem. Dat is smerig. In het boek Daniel, in het Oude Testament, daar wordt, ja, lees het dan maar gewoon. Ik ga nu niet bijbelles doen. Ja, maar het gaat over het volk Gods. Het gaat over de kinderen van God. En niet over een bepaalde genealogie. Wij zijn samen op deze wereld. En Eric John Phelps, ja, die dan graag gescheiden wil wonen van de mensen met veel pigment. Of mensen die veel korter zijn. Dat hij zegt, ja, ik wil gewoon met mijn eigen volk wonen. Ik wil daarvan wat maken en daarmee de Heer prijzen. Er is toch niks mis mee. En dan een beetje gaan lopen zeggen dat deze mensen zonder meer liegen. Maar waarover dan? Have there been infiltrations within the Catholic Church by Jews? I'm sure. Okay. Hij zegt dus, hij is er zeker van dat de katholieke kerk geïnfiltreerd is door Joden. Nou, dat is mooi dat hij daar zeker van is. Heeft de meneer ook een document of zo? Of een YouTube-film? Want ik ben een Jood en ik heb de katholieke kerk geïnfiltreerd. They have tried. I'm sure that that somebody, maybe somewhere down the line, has got in there. Maybe they've had other political pressures placed on them to go along, to get along with certain flows in the world. Maybe their finances were put in a knot by the Rothschild fortunes. Maybe. Ja, die Rothschilds. Voor mij staat dat hier nog onder of niet? Even zoeken. Want in de Joodse encyclopedie, die bestaat, hè? Encyclopedia Judica of zo. Daarin staat dat de familie Rothschild
of Rothschild op zijn Amerikaans, Engels, dat die aangewezen is als schatbewaarder van de paus. Ja, dat doet de paus dus. Aan de ene kant doet de paus Joden omhoog duwen, de mensen van Joodse afkomst. En dan gaan we allemaal bar mitzwa doen, en met een jat, zo heet zo'n ding. Je moet dan zo'n kind met een jat van rechts naar links een liedje zingen uit de Torah. En dan zitten die mensen allemaal hemelhoog te prijzen. En aan de andere kant stopt de katholieke kerk die Joden gewoon achter prikkeldraad op plekken zoals Auschwitz. Weet je nog de ghetto van Warschau? Dat heet Hegeliaanse dialectiek. Van allebei de kanten doen. En Eric John Phelps, die heeft het in de gaten. En Greg Szymanski ook. Die arme Joden. Sorry. Dit doe ik vast. They've had undue pressures placed on them. Who knows all that stuff? I can see through research it's a possibility. However, to think that the Catholic Church is working on behalf of world domination, there is no evidence of it. That you can give me for your fake research, your nonsensical junk research on these. Hij zei net, er is geen enkel bewijs dat de katholieke kerk bezig is met het naar zich toetrekken van de wereldse macht. Dus hij zegt het feit dat Erik van Rompuy, die Belg, die was het hoofd van de Europese Unie. Hè? Dat was de minister-president van Europa. Die heb jij niet gekozen. Ik ook niet. Ik vond het ook helemaal geen mooie man. Ik had hem helemaal nooit gewild. Ik snap niet waarom die man de baas moet zijn van Europa. Maar dat is hij wel. En hij, deze man, dus niet Eric John Phelps. Want Eric John Phelps waar je nu naar kijkt, die snapt het wel. Maar die man die dit verhaaltje houdt, die denkt, ah, dat is toeval, man. Helemaal geen toeval. De Rooms-Katholieke Kerk heeft het nooit anders gewild als werelddominatie. Dominantie. Ja, yeah, information. But it doesn't amount to a hill of beans. The real culprits of all this information, ladies and gentlemen, has always gone back to world Zionism. And it goes back to Ben Friedman again. It goes back every time to this guy Friedman, because Friedman was there. Okay? He was there. So when we're talking about this stuff, you know, now Lorraine did not say that she had, you know, perfect information about what she was standing by. Fact is, I think she was genuine in her beliefs. However, dat dit laatste snap ik helemaal niet. Zij was, I believe she was genuine in her beliefs. Ik geloof dat ze eerlijk was in wat ze geloofde. Nou, dat is mooi. Een beetje feiten misschien. She can maybe put out more information regarding what she thinks about this. I hope it's not going to be, the kind of stuff that's just accusatory. I would like it to be more than that. There were instances of the Jesuits acting wrongly back in the 16th and 17th century, especially toward indigenous peoples. And they, if you take a look at what went on in the Brazilian jungles with certain peoples in Peru and actually in America in the Southwest with Native Americans who they... Ja, dat is wel leuk. Dit weet hij dus wel. Die katholieken die hebben Zuid-Amerika echt helemaal leeggezogen. En ze zijn daar gaan experimenteren met samenlevingsvormen die er de meeste opbrengst hadden. En daarmee moet je de werkers tot armoede brengen. Dus je moet ze reduceren. Je moet die werkers moet je alle rijkdom ontnemen. Nou, dat is een proces dat kost je generaties. En dat is later, dat heette toen de reducciones, reductions. En later hebben we dat gezien in Auschwitz. Of niet alleen in Auschwitz, maar ook Bergen-Belsen en Mauthausen. Theresienstadt, dan heb je Majdanek. Wie kent ze eigenlijk allemaal? Ken ik er nog een? Oh, natuurlijk, Buchenwald. Je reduceert mensen.
reduceert mensen tot slaaf. Daar zijn ze mee begonnen en dat weet hij dus. Hij weet dat de katholieke kerk dat gedaan heeft. Hij geeft het nu zelf toe. Alleen hij beweert, joh, ze hebben Amerika of Zuid-Amerika leeggezogen. Maar daarna, de paus en Adolf Hitler hebben niks met elkaar te maken hoor. Nou, ik zal je vertellen, de paus, zijn organisatie, die heeft gewoon op zijn fluit geblazen en gezegd van jij daar in New York, geef eens even 10 miljoen aan deze fijne vent. En de paus zijn SS, de SS was een onderdeel van, nee, de Adolf Hitler zijn SS, is georganiseerd naar de Jezuïetenorde, hun orde. De Jezuïetenorde, dat is een hiërarchie. En die hiërarchie, precies een kopie daarvan, is de SS geworden. Kijk, dat is de paus. En deze man die doet er over niks aan de hand is. Nee hoor, het zijn alleen maar, aan hoeveel joden hebben we dan? Nou, 10 miljoen joden tegenwoordig. Nou, allemaal vergassen. En zijn we van het probleem af. Nee, natuurlijk niet. Dat is echt heel smerig. Wearing black robes is another nonsensical thing because, you know, some of the Franciscans wear brown robes. So now do we have a brown pope? And some of the... Hoorde je dat? Ja, Franciscaners hebben bruine jurken. Dus hebben we ook een bruine paus? Nee, we hebben het hoofd van de Jezuïeten. Van Rompuy was het hoofd van de EU, weet je nog? En is er ooit een Franciscaner als hoofd van de EU geweest? Nee, dus zeur er niet over. Dat is gewoon alleen maar afleidende blabla. Within the Boston community is absolutely real, and all of those things I can say I can point to with a certitude, but the rest of it can't be done. So wanted to clear this up for you. I did have some emails on it, and I thought it was important enough to do a little Sunday blurb on it, and I've asked my partner and helper in this regard to put this up on it at the earliest possible date, and so we can clear up this information. Anyway, we got a lot of stuff coming up for next week, so stay tuned to the French Connection. Anyway, this is Daryl Bradford Smith telling you to be well and have a great Sunday, and I'll be with you next week with more broadcasts. Bye-bye now. Be well. Okay, dus gaan we over een week weer luisteren naar dat de Joden het gedaan hebben. Naar de afronding, ter samenvatting. Europa is aan het, iets voor het begin van onze jaartelling, onder de voet gelopen door een organisatie, en dat waren hele slimme mensen, en een ongelooflijk aantal barbaren. En die barbaren die hadden de zwaarden en die hakten onze vrouwen de kop eraf. En ook onze moeders werden onthoofd en onze oma's. En wij zelf ook. Dus wij zijn toen onder de voet gelopen. En in die tijd, dus in het begin van onze jaartelling, dus ietsje later, ontstond er een nieuw geloof. En dat was in wat wij nu Israël noemen. En dat ging over een mens. En die werd genoemd de gezalfde Jezus. Of Jezus de Nazoreër. Of Jezus de Christus. Of Christus Jezus. Het maakte niet zoveel uit. Het schijnt zelfs zo te zijn dat in die vroege geschriften, echt de geschriften die geschreven zijn rondom het jaar 70, Christus Jezus is met zijn 33ste dan heen gegaan. En dat duurde dus een 30, 40 jaar. En toen gingen er geschriften circuleren. En daarin werd eigenlijk gesproken van de mens. De naam werd niet de hele tijd genoemd. Daar ging het ook niet om. Want hij was de enig geboren zoon van God. Nou, wat voor naam wil je dan hebben? Jopie? Veel belangrijker is dat hij de enige geboren zoon van God was. Toen. En hij komt terug. Dus ja, zo dadelijk hebben we de eerstgeboren zoon van God en de tweede geboren zoon van God. Dat komt allemaal goed. Nou, die stroming
Die mensen, die hadden geen kerk nodig. Die hadden hun geschriften. En ze zorgden voor elkander. En ze wisten waar ze zich aan moesten houden. En ze wisten ook elementen te herkennen. Hè, bepaald menselijk gedrag. Waarvan ze zeiden van ja, je kan alles wel goed vinden. Maar dit vind ik niet goed. En dan werden die mensen misschien wel uit het dorp gestuurd. Van ga ergens anders maar vervelend doen. Want jij met jouw gedrag valt buiten ons boek. En dat werden dus harmonieuze gemeenschappen. En die zijn bestreden door de paus. En de paus heeft ze gewoon eerst willen vermoorden. Gewoon uitroeien, want dat lukte niet. En toen wilde ze te schande gaan maken en voor lul te zetten. Best nou, dat mag je wel zeggen. Door ze dan aan de wilde beesten te voeren. En dat hielp allemaal niet. En toen is de paus begonnen met het opzetten van de katholieke kerk. En heeft hij het christendom vermengd met heidense elementen. Zijn eigen stuf erin. Want de paus, dat is je vriendje niet hoor. Dat is een hele enge man. Dat is een hele enge organisatie. Die organisatie die heeft gewoon hun eigen leden laten ombrengen. Jorge Mario Bergoglio. Die nou paus Franciscus de eerste is. Dat is apart trouwens. Want eigenlijk moet hij gewoon paus Franciscus heten. En niet de eerste. Kennelijk komt er een tweede of zo. Dat was niet gebruikelijk. Hè? Dus de eerste heette gewoon paus John, paus Johannes. En de tweede heette paus Johannes de tweede. Je gaat jezelf toch ook niet Perry Winkel de eerste noemen. Dus daar zit een luchtje aan die man. Nou, die man, die was verantwoordelijk voor de Jezuïeten. Die was het hoofd van de Jezuïeten in Argentinië. Ten tijde van de vuile oorlog. Dus in de jaren, eind jaren 70. En onder zijn medewerkers bevonden zich een aantal die hadden de gelofte van armoede afgelegd. Dus die hadden echt, daar heb je zonder meer trouwens als priester of als non. Je hebt geen bezittingen meer. Maar die mensen die voegden de daad bij het woord en gingen wonen tussen de armen in de sloppen van São Paulo. Nee, dat is Brazilië, maar ja, ergens, weet je wel, zo'n stad. Dus, Buenos Aires, is dat Argentinië? Denk het wel. Dan gingen ze gewoon in de sloppenwijken wonen. Nou, dat beviel Jorge Mario Bergoglio niet zo. Dus, achteraf vond hij zoiets van, ja, het is een beetje doorgedreven, doorgedraafd. Dus hij zei tegen al die mensen, terugtrekken uit die sloppenwijken en kom hier maar thee drinken. En laat die armen verrotten, want dat past beter in mijn plan. Nou, er waren een aantal priesters, te weten 105. Waaronder een aantal vrouwen. Nonnen. Ja, die zijn gewoon gechopt. Want zij dachten, nee, dat kan niet, meneer de paus. Of meneer de Jorge Mario Bergoglio. Want in mijn Bijbel staat, dus ik gehoorzaam aan mijn Bijbel en niet aan jou. Mijn Bijbel is voor mij leidend. Ja, die mensen die zijn echt. En wat er met die vrouwen gebeurt, die willen het gewoon niet weten. Maar dat was heel erg. En die mensen zijn allemaal dood. En die man is momenteel de baas van de katholieke kerk. Hij noemt zichzelf paus Franciscus de Eerste. Hij is een moordenaar. En deze man die loopt om te vertellen van, ah, die katholieke kerk, dat valt allemaal wel mee. Nee, dat valt helemaal niet mee. En hij zegt ook ergens van, ze hebben veel te weinig priesters om in de klas te zetten. Ja, dat zal wel. Kijk, die verhalen uit Argentinië, dat je als katholieke priester gewoon door je eigen baas vermoord kan laten worden. Ja, dat is niet zo'n aantrekkelijke baan, hè? Dus
Dus ik mag hopen dat ze steeds minder priesters krijgen. En een van die laatste priesters die op het internet staat, toont mee wat die vent nou. Het is ook een ontzettende duts. Kijk, als je katholiek bent, ja, waar ben je mee bezig? Christus Jezus is gekomen. Hij heeft zijn woord gesproken. Hij is heen gegaan, zodat hij de Heilige Geest kon sturen. En hij zei tegen ons, waar jullie, al ben je maar met z'n tweeën, in mijn naam tezamen zijn, daar verschijn ik. Ooit gehoord van eeuwig leven? En die katholieke kerk is met dat dogma aan de haal gegaan. En ik beticht ze er ook van dat ze het boeddhisme gewoon belachelijk hebben gemaakt. Het hedendaags boeddhisme, dat is een verzameling van kloosters. Dus wil je een boeddhist worden? Ja, dan moet je stoppen met van alles. En je moet achter een stelletje stenen gaan zetten. In een klooster. Waar doet je dat aan denken? Katholiek misschien? Wat heeft het voor zin om 10% van de arbeidskracht op te sluiten achter muren? Terwijl die mensen allemaal kunnen werken. En dan hoeft niemand hard te werken. Want de een die maakt het toilet schoon en die ander doet de badkamer. En weer die andere die gaat planken hameren bij tante Gerda. En die krijgt een deel van haar pensioen, want hij heeft die planken zo mooi gehamerd. En de rest van de familie die koopt daar weer broodjes voor of zo. Maar je gaat er die mensen achter muren zetten. Want Boeddha, die werkte ook niet, maar die zat niet in een klooster. Dat was een bedelmonnik uit zichzelf. En die katholieken, die jezuïeten, die hebben dat gewoon overgenomen. En ongetwijfeld hebben ze dat ook gedaan met het Confucianisme en met het Taoïsme. Gewoon infiltreren en de boel overnemen. Want ze begrijpen hoe onze archetypen, hoe wij denken, hè? Onze archetypen is de manieren, de archetypen, dat is de verzameling der manieren waarop wij denken. Van nature. Dan moet je bovenuit stijgen. Als christen stijg je daar heel makkelijk bovenuit. Maar ben je geen christen, heb je geen Bijbel gelezen, ja, dan kunnen ze jou bespelen als een piano. En deze man die mag dat beseffen en ga niet de Joden de schuld geven. Natuurlijk komt het christendom uit Israël, maar dat betekent niet dat de Joden de schuld hebben. Wat is dat voor onzin? De Joden hebben Christus aan het kruis genageld. Dat is ook zo'n stom verhaal. Want dat klopt helemaal niet. Christus Jezus heeft gezegd van jongens, het is noodzakelijk dat ik wegga. Want als ik niet wegga, dan kan ik de Heilige Geest niet sturen. Aan de andere kant, als ik wegga, dan zal ik het doen. Wat maakt het dan uit dat de Armeniërs hem aan die planken hebben gespijkerd? Of voor mij waren de Turkmenen. Het was zijn keuze, met een hoofdletter Z, dat het noodzakelijk was dat hij weg zou gaan. Ja, en hoe? Ja, een beetje dramatisch natuurlijk. Met iedereen erbij. En dan allemaal huilen. Natuurlijk moest dat zo. Denk er even over na. En dat de Joden, trouwens de Joden hebben hem niet aan het kruis gespijkerd, want dat waren de Romeinen. De Joden hebben dan zogenaamd gezegd van doe het maar. En de Romeinen hebben hem aan het kruis genageld. Het heeft geen enkele zin om in te gaan tegen Joden. En om ter afsluiting, ik heb een Joodse vriendin. Een prachtige vrouw met een hele mooie radiostem. Ja, een mooie stem. Maar ook goed op de radio. Dat is ook fijn. En zij is dus echt Joods.
En zij zei tegen mij van ja, wij hebben eigenlijk een beetje een pesthekel aan Christus Jezus. Want hij heeft al onze ja, dingen die we ja, graag in de tabernakel hadden willen houden, die heeft hij gewoon op straat gegooid. Ze beschouwen hem als degene die de paarden voor de zwijnen heeft geworpen. Van nou, dankjewel Jezus. Ja, dat is een frictie. Dat kan je toch ook oplossen zonder dat je Joden gaat uitmaken voor al het kwaad. Met die boekjes als de priorij, weet je wat is ook weer? De protocollen van de ouderlingen van Zion. Zogenaamd een Joods boek. Dat is niet leuk voor die Joden. Er moeten echt Joden zijn vervolgd. Ga er maar vanuit dat in de Tweede Wereldoorlog er miljoenen Joden er plotsklaps heel kloterig voor stonden. En ze moesten met een gele ster over straat. En dat kan je gewoon niet ontkennen. Heb medelijden met die bevolkingsgroep. En niet alleen met Joden natuurlijk. Je moet ook medelijden met Somaliërs. Medelijden hebben met Ethiopiërs. En niet lopen zeuren over Joden. Hoe heet die vent ook alweer? Aan het begin zegt hij zijn naam. En dan sluit hij af. Welcome to a special edition of the French Connections Weekend Report here. My name is Daryl Bradford Smith. Daryl Bradford Smith. Zo heet deze man. Nou, laten we verder lekker doorgaan met zijn Joden gedoe. En niet begrijpen dat wij mensen echt slecht zijn. Onze slechtheid, dat is niet te filmen. Bommen op Hiroshima, weet je nog? De oorlog in Vietnam. De oorlog in Noord-Korea tegen Zuid-Korea. De oorlog tussen Japan en China. En waar ging dat allemaal over? Het ging allemaal nergens over. Dat ging over het onderdrukken, het onderwerpen van mensen. En dat, die slechtheid, die antichrist, die heeft zich geformaliseerd. Die heeft zich verenigd. Dat valt niet te ontkennen. En ook valt het niet te ontkennen dat dat in de Bijbel stond. Het stond in de Bijbel terwijl het gebeurde en voordat het gebeurde. Want het is alleen maar erger geworden. Ja. Nou, hartstikke bedankt dat jullie hiernaar geluisterd hebben. En op zijn hamburgers zeg ik tjus. En dag lieverds.